Ja, goedemiddag. Ik ben hier bij u te gast in Nieuwspoort. Maar dat is bijzonder, omdat het ook eigenlijk lange tijd de Tweede Huiskamer was van Max van Wezel. Gisteren kregen u, wij allemaal, het droevige bericht van zijn overlijden. En even los van alle dingen die je over Max kan zeggen, Max van Wezel kunt zeggen, ik heb gisteren ook een paar dingen gezegd, wat een bijzonder mens het is en hoe angstig wij allemaal zijn als politici als hij ons gaat interviewen. En wat een prettig mens het vervolgens ook weer blijkt te zijn en hoe goed ingevoerd. Ik zat vanmorgen op de fiets en toen dacht ik, het is ook, en daar komt er binnen nog denk ik een deel ook vandaan, hij is begonnen natuurlijk in de jaren 70. En veel van ons, ook zoals we hier zitten, zaten op school toen hij, of daar zelfs nog niet eens op school, toen hij bij Vrij Nederland begon in 1976 geloof ik. Dus onder het kabinet NL. En voor mij is de meest bepalende césuur in de naoorlogse parlementaire geschiedenis is toch wel dat kabinet NL en eigenlijk ook het kabinet van Acht wat daarna kwam. Dat waren twee atypische kabinetten en een breuk met de politieke traditie van daarvoor. En wij zijn natuurlijk allemaal opgegroeid met die verslaglegging. En of je dan als eerste Vrij Nederland van de plank rukte of het Elsevier, dat is nog even vers 2, de Telegraaf of de Volkskrant. Maar uiteindelijk was dat de dominante politieke situatie. En eigenlijk met Max van Wezel, ik zat even te denken vanmorgen aan Klaus Mann, die dat mooie boek Wendepunkt, beschrijft hij dat je juist als je zo jong bent, wat je dan leest, wat je dan ervaart, dat bepaalt een belangrijke mate ook hoe je later dingen gaat duiden. Misschien is dat ook wel wat de melancholie verklaart. Los van het verlies van de persoon, ook het verlies van een tijdperk. Een link naar een tijd waar wij eigenlijk allemaal ook nog een beetje in opgegroeid zijn. Althans, velen van ons die ook hele jonge mensen zitten die later zijn opgegroeid. Maar in ieder geval, voor mij lijkt me voor mezelf spreken, waar ik in ieder geval in ben opgegroeid en heb meegekregen. En de chroniqueur van een tijdsgevricht. En ik zei het gisteren ook al, ook een van de grote naoorlogse parlementaire journalisten. En in die zin ook echt iconisch. Vanmorgen in de ministerraad bij stilgestaan en ook met elkaar ervaren natuurlijk dat voor iedereen de eerste ontmoeting, zeker voor mij ook in 2002 toen ik staatssecretaris werd, de eerste keer dat je dan tegenover hem zat, dat je dacht van wauw, nu wordt deze baan echt serieus. En vervolgens ging het ook mis tot en met zijn laatste keer dat hij daar op die stoel zat en hij mij bevroeg over het interview van Klaas Dijkhoff in de Telegraaf. En ik vond eigenlijk best een goede persconferentie vond tot dat moment. Een dag later, ja, zie je, hij slaagt er nog steeds in om het mij moeilijk te maken. En zo hoort dat ook voor een goede journalist. Goed, dat over Max van Wezel. Wij zullen hem niet snel vergeten. Vandaag is overigens op dit moment, dacht ik, vanaf 3 uur, ook het afscheid in Amsterdam van zijn naaste familie en vrienden. En ik begrijp dat er ook nog een herdenking gaat komen. Hij is immers oud-voorzitter hier van Nieuwspoort. Dus dat is ook passend. Dan, ja, gek ook weer even de politiek van vandaag. De Brexit. Ik ga niet alles herhalen wat er afgelopen woensdagnacht gebeurd is, maar bekend is dat het is doorgeschoven naar 31 oktober. Althans, tot dan hebben ze de tijd. Als ze eerder klaar zijn, mogen ze het eerder uit. En de vraag is natuurlijk, wat gebeurt er als het 31 oktober is en het is nog niet af? Ja, dan lijkt het mij echt wel onvermijdelijk worden dat je dan toch echt wel een keer die hard Brexit krijgt. Hopelijk hoeft het niet. Maar het wordt wel heel ingewikkeld om je dan nog voor te stellen wat je nog kan bedenken om dat te voorkomen. Dus laten we er alles aan doen om, en vooral de Britten er alles aan doen, om die harde Brexit niet te hebben. Het biedt ook gelegenheid natuurlijk om daar die zoektocht te hebben de komende tijd. Tegelijkertijd betekent er twee kanten dingen aan onze kant. In de eerste plaats dat we ons ook weer even op andere dingen kunnen richten. Er was nog meer op de Europese agenda dan Brexit. Bijvoorbeeld knopen proberen door te hakken. Niet heel succesvol tot nu toe op het gebied van migratie. Wel belangrijk besluiten te nemen op de interne markt. Daar zit meer perspectief in. Dus in ieder geval de juni-top lijkt niet te worden gedomineerd, famous last word, door Brexit. Nou goed, dan zou het dan richting oktober zou terug kunnen keren. En hopelijk is het dan opgelost. Intussen wel heel erg belangrijk dat wij doorgaan hier, daar is hij weer, met de voorbereidingen op een hard Brexit. Ook de bedrijven, laten we daar niet in verzaken, want dat kan nog steeds. En die kan ook nog eerder zijn, want zij moeten dus meedoen aan die Europese verkiezingen. Althans, ze moeten die nu gaan organiseren en als ze de 22 mei nog niet uit zijn, moeten ze ook plaatsvinden. Ik dacht op 23 mei hebben zij ze dan, op donderdag, net zoals wij. De rest van Europa geloof ik op zondag de 26e, maar dan moeten ze plaatsvinden. Doen ze dat niet, dan is het ook echt 1 juni afgelopen. Dus dat kan zelfs al in theorie op 1 juni een hard Brexit moment zijn, als zij niet de afspraak nakomen die verkiezingen te organiseren en er na 22 mei nog wel in zit. Geen aanwijzing voor, ze lijken het allemaal voor te bereiden.
Maar het laat maar zien dat het no-deal scenario nog steeds niet weg is. Zou tegen eind oktober Groot-Brittannië nog steeds niet eruit zijn, dan zijn er maar een paar smaken nogmaals denk ik over. Hard Brexit, heel snel goedkeuren van de uittredingsverklaring, het intrekken van artikel 50, dat zijn de varianten. Maar daarbij dus ook inderdaad de mogelijkheid van een hard vertrek.